Hey iedereen, welkom bij deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag heb je het misschien aan de titel al kunnen zien, maar ga ik mijn moeder verrassen voor haar verjaardag? Want vandaag, op deze dag dat ik dit opneem, is mijn moeder jarig. Dus laat het wel zijn met een blauw duimpje omhoog achter. Zou je mij natuurlijk enorm supporten. Ben je nieuw op mijn kanaal en wil je meer video's zien? Abonneer dan even op mijn kanaal. Natuurlijk met dat belletje aan, want dan ben je een hele grote baas. Of waar ze naar dat heb gedaan. En feliciteer mijn moeder even in de comments. Want dan vindt ze leuk om te kijken. Want mijn moeder kijkt elke video. Dus mam, ook als je deze video kijkt, gefeliciteerd. Maar vandaag is het dus jarig. Het is zondag 18 april. En ga ik dus straks mijn moeder verrassen met een cadeautje. Waar ze waarschijnlijk al van weet wat het is. Want dat heeft ze voor mij zelf uitgekocht. Maar ik dacht van, hé, weet je wat? Ik ga vandaag gewoon filmen. Ik denk dat dat wel leuk is. Als ik gewoon vandaag mijn dag ga filmen. Want man, ik vind het gewoon leuk. Mijn moeder is jarig. Mijn oma komt straks ook gezellig langs. Dus dat wordt gewoon een hele leuke, gezellige dag. Super tof dat jullie weer kijken. Dus man. Het is op dit moment, zoals ik zei, het is nu kwart over 1, of kwart over 12, sorry, bijna half 1. Ik loop nog in mijn onderbroek en in mijn sportshirtje, dus ik ga me zo meteen eventjes omkleden. Maar eerst moet ik nog eventjes editen, want vandaag moet er ook gewoon een video online komen. Dus dat ben ik eventjes aan het doen. Mijn moeder is nog met deze boodschap aan het doen, dus dat komt ook gewoon helemaal mooi perfect uit. Maar het gaat een leuke dag worden, jullie gaan het gewoon meemaken vandaag. Ik heb het lang geleden dat ik voor mij echt een dagje heb gevlogd. En Troitje, wat vind jij ervan? Wat vind jij ervan dat mama jarig is? Ja, dat zegt genoeg. Jongens, Troy is er ook heel erg blij mee. Maar zoals ik al zei, ben ik op dit moment even aan het editen. Want deze video moet vandaag gewoon online komen. En Formule 1 is vanmiddag ook. Dus dat ga ik ook gewoon gezellig kijken. Jongens, het wordt echt een leuke dag. Ik heb super veel zin in. Mijn cadeau van moeder staat achter mijn bed. Dus die ga ik straks gewoon geven. Dus dat ga je er gewoon zien. En dan weet ik niet of ze verrast gaat zijn. We gaan het zien. Maar ik heb er zin in. Leuk, gezellig verjaardagje vieren. Ook al komt alleen maar oma langs, gezellig. 1 persoon binnen. Dus we houden ons aan de maatregelen. Maar ik ga eerst even snel beginnen met het afmaken van deze video. Want dan ben ik daar klaar mee. En dan kan ik gewoon de rest van de dag spenderen met mijn familie beneden. En daar gaat het om. Dus ik ga even snel dit afmaken. Dit is altijd wel even een lekker gezicht om te hebben, hoor. Dat je video gewoon klaar en af staat te renderen. Dat betekent ook dat ik me zo meteen eens ga kleden. Want ik kan natuurlijk niet de hele dag in dit shirt en in mijn onderbroek gaan blijven zitten. Dus ik ga mijn kast open doen. En ik heb dus nog geen idee wat ik dus aan moet gaan. Ik heb wel wat veranderd in mijn kast. Want ik heb namelijk wat meer plek gemaakt. Ik heb hier nu alleen mijn t-shirt hangen. En als ik naar de andere kant van mijn kast ga, heb ik hier alleen mijn trui hangen, zoals je kan zien. En mijn iets van nettere kleding met mijn tas natuurlijk. Wat ik wel heb gehaald, dat heb ik nog niet eens laten zien. Kijk eens aan, dat is dit schoenrek, dames en heren. Ik heb dus een rek gekocht, zoals je kan zien, waar nu niet al mijn schoenen, maar wel een groot deel van mijn schoenen op staan. Want voor de mensen die mij goed kennen, die weten eigenlijk dat ik alleen maar mijn Vans draag. En ik moet echt even wat meer schoenen gaan dragen, want ik heb er echt te veel gewoon. Dus daarom heb ik dit rek gekocht. Zoals je kan zien, ze staat er mooi bij. Ik heb de meeste paren die ik het graag wil dragen daarin gezet, zeg maar. En voor de mensen die heel erg fan zijn van Yeezy, ik heb iets leuks voor jullie. Deze Yeezy die je hier ziet, die komt op in augustus opnieuw uit. Dus wil je deze Yeezy nou, check dan gewoon even het account van Adidas of iets van Yeezy. Want deze worden dus gerestocked. Ja, ik ben er zelf niet zo blij mee, want dit is wel een van mijn favoriete Yeezy die ik natuurlijk heb. En hij is nog best wel rare. Maar goed, als je hem wil hebben, houd dan augustus de site goed in de gaten, want hij komt dus opnieuw uit. Dus dan weten jullie dat, dan heb je het in mijn vlog alvast gehoord. Want dan kan je gewoon die patta ook fixen als je hem eventueel wilt. Maar ik wacht even tot dat allemaal klaar is. Fix even mijn thumbnail, dan ga ik hem even omkleden. En dan zie ik jullie zo meteen wel terug als ik ben omgekleed. Dus als ik in mijn vingers knip, heb ik een andere outfit aan. Dus 3, 2, 1, here we go! Zo! En dan ben je opeens omgekleed, dames en heren. Ik heb even mijn Palms Ethos trui aangedaan. Samen met een beetje een nette broek. Want deze zit gewoon fucking lekker. Die heb ik ook nieuw. Zoals je kan zien, het is een skinny soort van pantalon. En ik heb mijn Vans er gewoon onderaan gedaan. Omdat mijn trui ook dat wit heeft, zeg maar. Dus ik denk dat dit wel matcht. Maar ik heb ook eventjes haar cadeautje erbij gepakt. Kijk eens aan, die is hier zo. Dit is mijn moeders cadeautje, zoals je kan zien. Geen gesponsord iets. Maar dit wilde ze heel graag hebben voor de verjaardag. Want ze wist anders niks anders. Dus ik heb dit voor haar gekocht. Het is iets heel erg simpels, ik weet het. Maar ja. Als je moeder niks wil, jongens, dan doe je het altijd goed met rituals. Dus dit is tot nu toe haar cadeau. En als ze tegen die tijd nog iets leuks ziet, iets van een boeket of zo, krijgt die ook nog wel van. Maar ja, er was weinig te halen. Je kan ook bijna nergens shoppen, tenzij je met zo'n afspraak naar binnen moet. Dus ik denk, zet er wel aan geven. Ik denk dat het wel een goed moment is nu. Het is nu 1 uur. Over een half uur gaan we mijn oma ook eventjes ophalen. Dus ik denk dat het even tijd wordt om het cadeautje te geven. Gefeliciteerd! Ja, dank je. Ben je jarig? Nou. En als je jarig bent, hoor je een cadeautje te krijgen. Dus maak hem maar open. Kijk maar wat je ervan vindt. Ik ben benieuwd. Wat vind je daarvan? Troy, mama, een cadeautje uitpakken. Kijk lekker, eens aan. Lekker, schatje. Ja? Ja, lekker hoor. Vind je het mooi? Ja. Ja, je hebt het zelf uitgekozen, dus je wist al wat het ging worden, hè? Dank je. Kijk eens aan. Troy, goed gekregen, mama, Troy. Mama gekregen, ja. Troy. Die springen tegen de kast. Nee, dat doet hij ook niet. Dat doet hij ook niet, hè? Troytje, mama, blij met het cadeautje. Lekker. Nou jongens, ze heeft een cadeau gehad. Gaan lekker. We zo even omi halen, Troy. Gaan we zo omi ophalen? Ja! Daar gaan we hoor. Hey. Wat een mooie schoon. Zo, wat is die schoon zeg. Hey. Poeh, heb papa goed gedaan. Wat een schoon ding, moet je kijken. Hij glimt gewoon weer helemaal. Wauw, dit is echt even de moeite waard. De Linmobiel jongens.
De Linmobiel. Zo, hij is echt mooi schoongemaakt, zeg. Wauwie, hey. Blij mee? Ja, tuurlijk. Hatsa. Hey. Die hele auto ruikt gewoon nieuw. Nou. Hè? Wacht, zet jullie even neer, jongens. Oh, zo. Nou, hè. Wat heb je gedaan, joh? Het ruikt ook een beetje naar zonnebank. Nou, jongens, de auto heeft ook een hele opknapbeurt gehad voor mama de verjaardag. Hij lijkt echt nieuw, hè? Het is echt... was ook wel hard nodig. Zo, ja, dit was ook allemaal echt helemaal vies, maar hij is gewoon helemaal schoongemaakt, man. Hé, hey. Wat lekker zeg, Gerard. Lekker zo. Nou, dat toevallig. Wacht, ik ga naar achter, hè? Wacht even. Ja, maar wacht even dan. Doe jij die vieze kleding van Troy even weg? Ja, jongens. Niet helemaal weg. Nee, ja, alleen de achterkant recht. Heb jij aan deze kant er even in dan? Nee, oh, daar? Oh, ja, zog. Is goed. Ga jij maar voorin, oom. Ja, nou, ook niet. Ja, jij ook. Waar moet ik zitten? Achter, links? Oh, rechts. Oké, okay, dan ga ik rechts zitten, jongens. Kijk dan. In het groen. Oom, oude trut, hè? Nee, lekker. Jong dingetje. Nou, hup, dan rij je naar huis. Hoppa. Mam, je hebt van Tom een berichtje. Happy birthday voor mij zingen. Ik moet even happy birthday zingen voor je. Happy birthday to you, Lynn. Kijk, Troy wil altijd helpen met uitpakken, zeg maar, van dingen. Let op. Kijk, als hij daar het papier krijgt, wordt hij helemaal gek. Kijk, kijk, kijk. Wat vindt hij nou zo mooi aan? Wat zou dat nou zijn? Hoppa! Ja. Je hebt nog meer. Je hebt nog meer hier. Ja, ik denk dat ook. Hoppa! Nee, kijk nou. Zo, ik ben er even boven gaan zitten, dames en heren. Want de voorbeschouwing van Formule 1 is begonnen, zoals je kan zien. En ja, zoals ik al heb gezegd, ik ben ziek Formule 1 fan. Waarschijnlijk weten jullie dat allemaal wel. Ja, ik ga dit dus eventjes boven kijken, want beneden zitten natuurlijk mijn oma en mijn ouders te praten. Ze gaan lekker boven zitten. Dus ja, ik ga straks samen met jullie start kijken ook. Het schijnt dus keihard te regenen. Dit is gisteren gebeurd. Dus ik ben benieuwd wat voor race het gaat worden. Kijk, oi, wat een crash is dit, zeg. Maar ja, de race begint over. Even kijken, het is nu kort over 3 kwartier ongeveer. Dus dan ben ik bij jullie terug. Daar heb je hem, jongens. Santino. Oh, hij is net op tijd. De formatieronde gaat beginnen. Oh mijn god, Santi. Ja, de mensen horen jou niet. Ik ben zenuwachtig, maat. Oh mijn god. Oh, Santi moest rennen, jongens. Hij was net terug uit Amsterdam. Ik ga de start van jullie filmen zo. Oh, ik trek het niet meer. Oh, kijk. Santi, doe even. Max P1 of niet? Ja, dus. Kroton. Nou, jongens, daar gaan we. De lampen zijn aan. Santi zit hier. Oh mijn god. Kom op, Max. Heb een goede start. Heb een goede start. Ja, hij heeft een goede start. Oh ja, kom op. Kijk dan. Max, goede start, zeg. Max is er voorbij. Kom op. Hij zit er voorbij. Hij heeft hem. Hij heeft hem. Nee. Oh. Oh ja. Ja. Hij heeft hem. Oh mijn god. Kom op, Max. Yes. Oké, let's go, Max. Oh, de allereerste safety car. Latifi is te hard in. Hé, maar dit is even lekker, zegt Santino. Die is te hard ingegaan, gek. Oh, wat, ik zit te trillen, maat. Daar komt de crash. Waar gebeurt het dan? Oh, nee, joh. Met Mazepin. What the fuck? Guys, deze race is 4 rondes bezig. En hij is nu al lijp. Schumacher net is gespind. Hier, kijk, daar komt hij. Santi, wat gebeurt hier, Pik? Kijk dan. Hij is zijn band aan het warm maken. Nee, dit ga je niet menen, toch? Nee, oh nee, dit is zo zuur. Dit is zo zuur, oh nee. Oh, ik mag hier niet om lachen. Oh, dit is zuur, goos. Oei. Mensen, ondertussen, Max staat eerste, Hamilton tweede, dus we zijn helemaal in onze nopjes. Kijk eens aan. Dit willen we zien. Een gat van bijna 5 seconden. Oh, jongens, als je deze race niet hebt gezien, what the fuck is er gebeurd? Rode vlag weer. Hamilton gecrashed, Bottas gecrashed, Max eerste, jongens. Wat worden we verwend op de zondag? Mijn moeder brengt geluk op de verjaardag, man. Holy shit. 2 uur verder. Max gaat hem winnen. Santi, let's go. Hij gaat dadelijk komen, jongens. Hij gaat dadelijk komen. We gaan gewoon meemaken dat Max vandaag weer wint. Oh, wat is dit toch lekker. Hamilton echt goed teruggekomen. Echt goed terug. Maar daar komt hij. Let maar op. Dadelijk uitkomen, rechterstuk. Daar komt hij. 2 keer linksaf. Hey. Kom op. Kom op, pak die snelste race ronde. Want dan staat hij eerst in dit wereldkampioenschap. Daar komt hij. Max wint hem. Hij pakt hem. Boom. Lekker, jongens. Kom op. Max heeft gewonnen. Santi. Yes. Yes. Kom op. Voedertijd. Voedertijd. Lekker zo. Jongens. We zijn bijgekomen van de race. We gaan lekker even eten. Wat hebben jullie gehaald? Pizza. Lekker. Arabisch vlees. Zo, we hebben even lekker gegeten, jongens. En wat ik nu even ga doen. Het is lekker weer. Het is een lekker zomers... dagje tussen aanhalingstekens. Ga even lekker op de stoeter. Even naar de stad rijden. Kijken of er wat leuks te doen is daar of zo. Het zal weinig te doen zijn, maar gewoon even lekker een stukje rijden. Dat vind ik echt, dat doe ik heel vaak eigenlijk. Vind ik gewoon lekker om te doen.
Dus ik ga even lekker de scooter pakken. Gaan we even lekker een stukje rijden. En dan ga ik daarna lekker deze video editen, denk ik. Want dan zit deze dag er wel zo goed als op. Gezellig mijn verjaardag, of de verjaardag van mijn moeder, vier natuurlijk. Lekker Formule 1 gekeken. Gezellig leuk dagje gehad. Dus ja, die gaan we even afsluiten. Met lekker een stukje op de scooter te rijden. Daar staat hij hoor. De bad beast. Hij doet het nog steeds. En als deze hand voor de camera zit, ben ik weer bij jullie terug. Dan heb ik mijn rondje afgereden, want de stad is niet zo erg lang rijden. Dus ik zou zeggen, tot zo. En zoals je kan zien, staat hij hier mooi in de kelder opgeborgen. Happatees. Zo, dat was even lekker jongens. Het is echt perfect weer gewoon om even lekker te rijden. Het is niet te warm, het is niet te koud. Natuurlijk, het mag wel iets warmer natuurlijk. Maar ja, weet je, daar kan je verder ook niks aan doen. Als de deur even mee wil werken met dichtgaan, zou dat super nice zijn. Maar goed jongens, het is op dit moment 8 uur pas. Het is pas 8 uur. Prima zondagje gehad, al zeg ik het zelf zo. Ben ik ook nu van plan echt iets veel te gaan doen of zo. Ik ga lekker even Discord met Tom. Dan ga ik zo mijn avond een beetje afsluiten. En dan daarna lekker deze vlog editen. Want ja, dat moet ook gebeuren.